En in een andere riwaya, ta'arraf ala Allah fi raha'a, ya'rifka fi shidda. Ken Allah als jij gezond bent, als je sterk bent, vasten, bidden, dit al, ya'rifka fi shidda. Als je in nood komt, dan kent hij jou. Allah zegt, dat is mijn dienaar, die elk maandag en donderdag ging vasten, toen hij sterk was. Dat is mijn dienaar die in de nacht, toen de mensen aan het slapen waren, was hij in het bidden. Nu heeft hij mij nodig. Hij leert hem ta'alluq billah. De kern van de aanbidding is dat je hecht aan Allah. Dat je alles wat je nodig hebt aan Allah vraagt. De profeet ging altijd gebruik maken van elke situatie dan ook. Om mensen te onderwijzen. Mu'ad ibn Jabal. Ja, Mu'ad. قال له يا معاذ معاذ قال له لبيك الله لبيك وسعديك درنا نادت هيدا تيخنم سيخ قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ما مستلت هيدي فراخة لنسان إيمان what is het recht van Allah op zijn dinaren what is het recht van de dinaren op Allah hij stelt zo'n vraag om zijn aandacht te trekken naar hetgene wat er wordt gezegd pedagogiek. Hakkullahi ala al-ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'a. Tawhid. Wa haqqu al-ibadi ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. Hij leert, was continu aan het onderwijzen. Dat kan je niet weten als je je niet verdiept in de biografie van de profeet. Wallahi, het is satir tali, is dat samah. N'idu. عشرات المرات الله يبارك فيك احنا قاعدين نعم أعزائي قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله سأله حتى يجلب يعني حتى يجره لمعرفة الجواب قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا recht die Allah heeft de mensheid dat zij hem aanbieden en niet deelgenoten aan hem toekennen beste broeders en zusters Allah subhanahu wa ta'ala heeft de hemelen en de aarde geschapen heeft alles wat ertussen geschapen om één doel om hem te aanbieden paradijs is geschapen de heel is geschapen de hemel is ingeschapen, de aarde is ingeschapen, alles wat ertussen de mens slechts om Allah te aanbieden. Ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq. Rizq, voorziening, is in de hand van Allah. Fi sama'i rizqukum wa ma tu'adun. En hij deelt het uit. Hij geeft deze rijkdom, deze armoede, middelmatig. En Allah zegt, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Als Allah iedereen geld geeft, zullen zij met onrecht gaan handelen. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ Hij geeft die en die. Dus je hoeft niet druk te maken over rizq. Jouw rizq zal jou bereiken. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاق Het woord razzaq. In de Arabische taal is sigat mubalaga. Ala wazn fa'al. Wat betekent razzaq? Dat hij geeft en geeft en geeft en geeft en geeft en geeft oneindig. En de profeet heeft dat duidelijk gemaakt. Hij zei, yadullahi mal'a. Vol, la taghiduha nafaqa. Want in de koninkrijk van Allah wordt niet minder door nafaqa wat hij geeft. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض هوفر heeft Allah uitgegeven sinds hij de hemelen en de aarde heeft geschapen hoeveel heeft hij uitgegeven kijk naar hoeveel mensen er waren hoeveel mensen hebben gegeten gedronken dood gegaan andere mensen فإنه لم يغد ما في يمينه niks is minder geworden van hetgeen wat hij heeft subhanahu wa ta'ala en in de hadith al-Qudsi die overgeleverd is door Abi Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi,
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا إلى صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Als de mensen allemaal en de jeans vanaf het begin van de mensheid tot het eind van de mensheid bij elkaar zijn gekomen op één plek en ze vragen mij allemaal wat ze willen, roep op wat je wilt, alles wat je nodig hebt. Ze vragen het aan Allah subhanahu wa ta'ala en hij geeft ze allemaal wat ze willen. Als jij wordt gevraagd wat wil je en wat je behoeft, alle mensen, alle jeans, dan vermindert dat niks van de koninkrijk van Allah. En Allah geeft een voorbeeld net als een naald die je gooit in de zee. Wat heeft het voor invloed op de zee wanneer je een naald gooit in de zee? Het is onze Heer, het is Allah. Dus het is niet een kwestie van een rezq of zo. Het is een kwestie van dat jij bent geschapen voor een doel. En als je werkt naar je doel, krijg je ook van het wereld. Maar jouw wereld, het wereldse is niet jouw doel. De profeet heeft gezegd, men kent die dunya hamma. Wie zijn doel of wat hij beoogt het wereldse leven al behalen, men kent die dunya hamma. Ja'ala Allahu faqrahu bayna 'aynayhi. Al heeft hij miljoen euro, voelt hij altijd zich arm, wilt hij nog meer hebben, is bang dat hij het kwijtraakt. Ofarraqa 'alayhi shamla. Zijn zaken zijn allemaal uiteen. Niks is bij elkaar. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lah. Niets zal hem bereiken meer dan wat Allah heeft vastgesteld. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. Heeft niet rijk te zijn. Maar hier is hij rijk, hard. Goed. Maakt niet uit. Of je rijk bent of niet rijk. Je geniet. De rust. Je rust. Mensen zoeken rust met geld. Met alles. Ze berekenen het niet. Maar je hebt het. Door de Koran te reciteren, voor Allah te knielen, te huilen voor Allah. Je nederig opstelt tegenover je schepper. Daar is je rust. Mensen kunnen geld hebben en kunnen op vakantie gaan. Uiterlijk, oppervlakkig, inhoudelijk is het gewoon niks. Mensen die wilden beroemd worden, zijn beroemd geworden, niet blij. Mensen die carrière willen behalen, carrière behaald, niet blij. Niet gelukkig. Mensen van alles, niet gelukkig. Je geluk is in de aanbieding van Allah. Man kanat al-akhiratu hamma, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a 'alayhi shamlah. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Dunya, waar mensen achteraan hongen, komt naar hem toe. En niet alleen komt naar hem toe, raghima. Weet je wat betekent raghima? Met de tegenzin. Dus gedwongen. Dunia komt naar hem. Terwijl Dunia dat niet wil, dus dan gaat het dat doen. Dus wij moeten bewust worden van, kijk mensen, dit is het wereldse leven. Wat ga jij leven? 70 jaar, 80 jaar, 100 jaar, 120 jaar. Als jij 120 jaar leeft en je geniet van het wereldse leven met alle genietingen en je gaat dood. En je staat op tegenover Allah in een dag waar de zon dichtbij is. Qadr mil, zoals de profeet dat heeft gezegd. Mensen gaan zweten. Hoe lang je blijft staan, kan 50.000 jaar zijn. Voor de afrekening. En staan. Dan begint de afrekening. Gaan mensen naar de hel, naar het paradijs, dan begint het leven. Wa innal akhiratu lahiya al-hayawan. Law kanu al-hayawan. Is meer fout van de hayat. Niet de hayawan die wij kennen, dieren en zo. Wa innal akhiratu lahiya al-hayawan. Law kanu ya'lamun. Binnen wiskunde, als jij een berekening gaat maken, je gaat leven 120.000 miljoen jaar. Als je dat gaat vergelijken met het eeuwige leven,
dat is 120.000 miljoen jaar nul. Wiskunde. Mensen die wiskunde hebben gestudeerd. Voor jullie is 120.000 miljoen jaar veel, toch? Als je dat vergelijkt met het eeuwige leven, dan is 120.000 miljoen jaar nul. En dan is het toch verstandig en slim van jou dat je niet recht op het werelds leven, maar dat jij recht op het eeuwige leven. Alles wat je meemaakt in het werelds leven van ziektes, problemen, armoede, één keer in het paradijs en eruit, alles is vergeten. Yu'ta bi an'ami ahli al-ard min ahli al-nar. Yawm al-qiyamah. Degene die de meest heeft genoten van het werelds leven, maar was niet op het pad van Allah. En hij wordt één keer gedompeld in Jahannam. En daartegen hij wordt eruit. Heb je ooit wel eens iets genoten? Nee. Hij gaat nee zeggen. Alles is klaar. In één keer dompelen in Jahannam en eruit. Dan is het klaar. Dan is het voor ons de moeite waard, beste broeders en zusters, dat wij gaan investeren in het hiernamaals, in het eeuwige leven, wat altijd verblijft, wat altijd zal blijven. Dus met deze woorden wil ik mezelf vermanen, herinneren aan verschillende zaken. Mijn laatste gedeelte van deze lezing was gericht op het vergaren van kennis. Vergaren van kennis voor Allah, of de boodschapper van Allah. En dat je dat vertaalt in de praktijk, middels je daden, middels je woorden, middels de aanbieding, middels het omgaan van mens, met mensen. Neem het voorbeeld van de profeet als voorbeeld. Hij was ons voorbeeld, hij is ons voorbeeld. En hou je vast aan tawhid, de aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala. En dan zul je inshallah behoren tot mensen die slagen, zowel in het wereldse als in het hiernamaals. صلى الله عز وجل الكريم الرحيم بمنه وجوده وكرمه أن يتجاوز عنا وأن يدخل عظيم ذنوبنا في وسع رحمته اللهم ادخل عظيم ذنوبنا في وسع رحمتك اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا اللهم ارزقنا الإخلاص في أقوالنا والإخلاص في أعمالنا اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يتكلمون من أجله ويمشون من أجله ويجتمعون من أجله اللهم من كان له شخص مريض أم مريض اللهم اشفيها يا رب العالمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين اللهم اشفينا واشفي مرضى المسلمين من كان له أب متوفى أو أم اللهم ارحمهما يا رب العالمين اللهم ارحمهما برحمتك اللهم وسع قبورهما اللهم اجعل قبورهما روضة من رياض الجنة ولا تجعلها يا رب حفرة من حفر النيران اللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين أمتنا مع الصالحين احشرنا مع الصالحين أدخلنا الجنة برحمتك مع الصالحين اللهم آتي نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تجعلنا وإياكم من أهل الجنة اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أجرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب اليك. اسال الفراغ اس ان ليس كل بريود ذكر الله.